Michael Pay. Iedereen kent hem. Hij is het klassieke voorbeeld van iemand die TBS had moeten krijgen. Hij vermoordde in 2017 Anne Faber. Een zaak die heel Nederland in zijn greep hield. Het was zelfs het meest gegoogelde woord van het jaar. 7 jaar ervoor, in 2010, verkrachtte hij 2 meisjes. In mijn woonplaats, aan het einde van de straat. En het bankje staat er nog steeds. Omdat hij niet mee wilde werken aan het onderzoek in het Pieterbaancentrum, kreeg hij geen TBS opgelegd. Als er wel was behandeld, was deze moord hoogstwaarschijnlijk nooit gebeurd. Onze maatschappij onderschat de behandeling in de TBS-kliniek. Deze behandeling is uitstekend. Andere landen kijken met jaloezie naar onze behandeling. Hoe wij mensen genezen en veilig terug de maatschappij in kunnen sturen. Ze mogen weer meedoen. Ze mogen een normaal leven leiden. De hele behandeling lang wordt er toegewerkt naar het belangrijkste moment. De TBS wordt niet verlengd. Het moment dat de inmiddels ex-TBS'er weer mee mag doen met ons, komt de rol van ons, van jij en ik, van ons als samenleving en maatschappij. Medisch gezien zijn deze ex-TBS'ers genezen, klaar om mee te doen, klaar voor een tweede kans. Zij staan te springen om als vrij mens een wandeling te maken, zelfstandig boodschappen te kunnen doen, te kunnen werken of in een echt huis te wonen, zoals zij dat noemen. Wij als samenleving houden ze tegen. Wij oordelen en creëren angst, onterechte angst. Deze mensen zijn genezen. Door ons handelen wordt hun behandeling slechter, strenger en hebben ze een minder goed toekomstbeeld. Het gaat zelfs zo ver dat er in 2015 door minister Teve de behandeling was verlengd, omdat de maatschappij angst voelde. Dit is dus een onterechte handeling, waardoor hun behandeling verlengd werd. Door deze beslissing verloren talloze TBS'ers hun toekomstperspectief, waardoor de behandeling minder goed aansloeg. Wij, jij en ik, wij als samenleving en maatschappij moeten ons gedrag aanpassen, minder in hokjes denken en deze mensen juist omarmen. Ze hebben jaren gewerkt om hun stoornis op te lossen. We zouden moeten opnemen in de maatschappij, een baan aanbieden of juist een huis, dat ze een fijne thuisplek hebben. Zij verdienen dit, ze zijn behandeld, ze zijn genezen. Er is zelfs dermate weinig kans op recidive, 0,0009% tussen 2009 en 2020, dat ze veilig in de maatschappij kunnen reïntegreren. Wij als maatschappij hebben een belangrijke rol wat betreft het gedrag van ex-TBS'ers. Wij. Jij en ik. Wij als samenleving en maatschappij. Verander jij mee?